Wat voel je voor verschil? Beter hetzelfde of slechter? Het is beter. Beter? Ja. Beter. Oké, dan is de oefening geïndiceerd. Op deze manier train je de spieren van je nek. Je mag het even proberen, blijf maar lekker zitten. Dus net boven je slaap, dan breng je de ellebogen naar voren. En dan kom je met je handen naar een kant op, zodat je weerstand geeft. En dan blijf je even zo 10 tellen zitten. 10, 9, 8, 7. We pakken meteen de schoudergordel er eventjes van. Geen maar met je weerstand. Ja. Zo, dan kom je tegen de muur. Je vrij dicht bij de muur staat. Je rug neutraal, uit de holling. En dan plaats je je armen netjes verticaal. Dus je spant je vingers en je polsen helemaal strekken. Ja. En dan probeer je met je polsen recht boven de elleboog te komen. Span je polsspieren aan hier. Span aan. Nog een keer. Ja, en dan hou goed contact met de muur. Ellebogen er tegenaan. En dan wandel je een klein beetje naar beneden. Trek je vingers. Ook in je pols. Daar ja. Laat die rug werken. En weer terug. Even je rug minder hoog. De stabiliteit in je schoudergordel optrainen. Oké. En de stabiliteit in je nek. Mooi. Super. That's it. Zie ik jou over een week. Ja, dank. Oké. Succes. Dank je wel.